De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen, ASC Ladders en Stijgers en IDIS High Definition Observatiesystemen. Welkom bij de Supercar Challenge powered by Pirelli. In deze aflevering ziet u het tweede weekend van de supersport en sportklasse op circuit Zolder. Kortom, tourwagenracen zoals het bedoeld is. En om dit seizoen de competitie tussen de zeer uiteenlopende merken en types nog meer te vergroten, heeft de organisatie na het openingsweekend op Zandvoort iedere auto onder de loep genomen en nieuwe minimumgewichten vastgelegd. We controleren altijd de verhouding tussen het wagengewicht en het aantal pk's. En na zo'n eerste race heb je een goede indruk, heb je alles gemeten. We willen geen dingen overhaast doen, dus we hebben na de races op Zandvoort alles nagemeten, nagerekend. En uiteindelijk wat ingrepen gedaan, wat minimum gewicht opgelegd. En het heeft heel erg goed gewerkt, want uiteindelijk met de kwalificatie van bijvoorbeeld de supersport, en daar zit de meeste competitie, hadden we 5 man binnen 1/10 van een seconde. En dat is uiteindelijk hetgene wat je wil. En daar waren ook de deelnemers heel blij mee dat het zo loopt. Een van de merken die flink wat gewicht mag wegnemen is de nieuwe Seat Leon Cup Racer van Ferrymonster Autosport, het team dat al vaak supersportkampioen is geworden. Maar het gewichtsvoordeel dat ze hier op circuit Zolder toegekend krijgen, was voor niemand een verrassing. Nee, onze auto's zijn relatief zwaar, dus we hebben nu minimaal gewicht gekregen van de organisatie. Ja, dat houdt in dat mijn rijders 45 kilo moeten wegen. Ja, 45 kilo, dan moet ik nog even zoeken denk ik. Die zijn er niet zoveel. Ja, in de auto zit alles nog is metaal. Motorkap, de deuren, is allemaal nog van metaal, dus ja, relatief zwaar. En dat zijn we nu bezig om allemaal van carbon te laten maken. Ja, daar kunnen we misschien wel 75 tot 100 kilo mee besparen. En dat is in auto's wat heel erg veel. De Seat-rijders zijn dit seizoen Dennis de Borst en Martin de Klein met startnummer 420. En deze geel-grijze Seat wordt bestuurd door ervaren ladydriver Priscilla Speelman en de 19-jarige debutant Dennis Houweling. De beste score tot nu toe is slechts een 5e plaats. Daarom wordt er ook buiten de raceweekends veel met de Seat getraind. Ja, dat is wel de bedoeling. We proberen wel 1 keer per maand ergens een trainingsdag in te lassen. Nu is de volgende race wordt Spa. Dus dan gaan we kijken of we eerst nog een dag op Spa kunnen testen. En dan het raceweekend ingaan om daar zo wat data te verzamelen, een beetje het onderstel te optimaliseren en de baan goed uit je hoofd leren. Een beetje snelheid kunnen maken, ja. Priscilla Speelman heeft al heel wat raceervaring, maar toch is het rijden met de voorwiel aangedreven Seat Leon ook voor haar een grote uitdaging. Ik vind de overstap best wel groot, omdat ik voorheen heb ik altijd in achterwiel aangedreven auto's gereden en dan nu voorwiel. Dus het is best aanpassen. Maar ik krijg het steeds beter onder de knie, dus ik hoop dat we dit raceweekend weer voor een mooi resultaat kunnen gaan. De 330 pk sterke Seats mogen naar een gewicht van 1250 kilogram. Daarmee zijn ze bijna 100 kilogram lichter dan de BMW's, maar die hebben natuurlijk wel meer vermogen. De auto met het laagste gewicht in de supersportklasse is de Lotus Exige, met onder andere Huub Delnooy achter het stuur. Toch ontsnapt deze kleine lichte Engelse sportwagen niet aan een verplichte gewichtstoename van maar liefst 50 kilogram. En dat is toch even aanpassen. Ja, omdat we toch relatief weinig pk hebben vergeleken met de competitie. Ja, van onderuit missen we toch wel een beetje vanwege dat extra gewicht. Dus we komen wat moeilijker de bochten uit. Maar ik kan het wel compenseren met het stuurwerk en de bochten zelf natuurlijk. Een flinke gewichtstoename, maar toch zet Huub Delnooy een 2e en 5e tijd neer tijdens de kwalificaties. En is daarmee de enige die zich kan meten met de krachtige BMW's. Maar ook daar is er een onderscheid tussen de lichtere BMW's met de 6-cilindermotoren en de zwaardere BMW's met de V8, zoals die van Steve van Bellingen en Erik Kwik met startnummer 421. Opvallend genoeg hebben zij er 30 kilogram bij gekregen en dat betekent dus nog harder werken achter het stuur. Ja, dat voel je wel duidelijk in het gedrag van de wagen. Dus we hebben dan de andere avond, noem het al maar op, gemonteerd om de setup nog te verbeteren. Maar uiteindelijk komen we nog wat tekort momenteel. Ook de leiders in het supersportkampioenschap, Koen Bogaerts en Mark van der A, hebben gewicht moeten toevoegen aan hun 3,2 liter 6-cilinder BMW. We hebben er 50 kilo bij. Wat zijn de verwachte problemen? Zo'n circuit als Zolder. Denk aan de chicaans hard remmen, dus iets meer gewicht tot stilstand. Dus je remmen krijgen we meer op z'n donder. Maar als het allemaal binnen de perken blijft en je hoeft niet veel meer
kilo's mee te trekken dan je had, zeg maar, dan valt het allemaal wel mee. Het is gewoon een ballast, hè. En iedereen klaagt er altijd over, maar zolang het maar bij iedereen hetzelfde is, of in ieder geval naar verhouding, ja, dan mogen we niet klagen, denk ik. Dat is alleen maar goed voor de klasse. Goed nieuws is er voor Dennis de Groot en Mart de Graaf, ook van het JR Motorsportteam, want zij hoeven er geen gewicht bij te leggen. De BMW 1-serie GTR met een compleet vernieuwde bredere achterkant om de wegligging te verbeteren, kan nu dus ook goed meedoen voor de overwinning. Ja, wij kregen inderdaad geen gewicht mee. We mochten zelfs 20 kilo lichter. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen. De auto was al eigenlijk best wel op zijn licht. Volgens mij heeft Dennis het nog voor elkaar gekregen om aan steuntjes en wat bumpers nog misschien 2-3 kilo kwijt te raken. Maar die 20 kilo gaan we niet redden. Maar het scheelt inderdaad dat de concurrentie allemaal iets zwaarder is, denk ik. Een andere BMW die gespaard blijft van het spel met de gewichten is de BMW M3 GTR van Philippe Bonneel, die dit weekend samenrijdt met Bas Schouten. De auto was op Zandvoort nog niet competitief en met het gewichtsvoordeel kan het team voorin nu wel meespelen. Ja, wij hebben geen gewichten erbij gekregen. Ze hadden een misberekening gemaakt in Zandvoort. Ze vonden dat de auto 100 kilo te zwaar was, hadden ze opgeschreven, terwijl die 100 kilo in principe lichter is. Dus wij hebben nu nul gewichten en misschien na de eerste race hebben we wel gewichten, we zien het wel. De top 5 in de kwalificaties zat binnen 1/10 van een seconde. Er werd dus hard gereden. De beste tijd voor de eerste race is in handen van Bas Schouten en Philippe Bonneel. De maatregelen lijken dus meteen in het voordeel van EMG Motorsport uit te pakken. En ze zijn daar heel blij met de eerste pole van het seizoen. Maar de vreugde is van korte duur als blijkt dat het team te laat aankomt voor de startopstelling. En dus geen BMW van Bonneel en Schouten op de pole. Zij moeten starten vanuit de pitlane. Hier aan boord bij Erik van den Munkhof voor de start van de eerste race. Marcel van der Maat met de oranje-witte BMW M3 GTR stond daar als enige op de eerste rij. We gaan naar de eerste linkse van den Munkhof hier in vierde positie. Van der Maat in de BMW aangevallen aan de binnenkant door de BMW 1 van Mart de Graaf. Van der Maat moest diep over de curbs en dat heeft hem wat snelheid gekost. Aangevallen daar nu aan de buitenkant in de sterrenwachtbocht door Koen Bogaerts. In een van de JR Motorsport BMW's intussen van den Munkhof voorbij Mart de Graaf gereden. We zagen in een flits ook de KTM Crossbow van Xavier Mesquita door de Bianchi. Bogaerts aan de leiding. Van der Maat in tweede positie. Dan hier Erik van den Munkhof, de onboardbeelden. Achter hem komt Mart de Graaf. En nu de eerste chicane induiken. Oh, Marcel van der Maat snijdt de chicane wat af. Kreeg zijn BMW daar niet goed afgeremd. En de BMW achter deze Erik van den Munkhof, daar is hij, de BMW 1, heeft ook problemen met de remmen. Met het ABS-systeem. De Graaf rechtdoor in de Villeneuve-chicane door het grind. Komt hij nog weer op de baan gevlogen. Zit nu inderdaad hier naast Erik van den Munkhof. Daar komt hij weer tevoorschijn. En aan de binnenkant de Lotus van Huub Delnooy. Afgeblaft. Door de Graaf, die daar de deur dichtklapte. Kijk naar de voorsprong van Koen Bogaerts. Dan hebben we Marcel van der Maat, Erik van den Munkhof, de Graaf, Delnooy en dan Erik Kwik in de BMW. Intussen niks dan zure gezichten hier bij Philippe Bonneel en de rest van het team van Bonneel. En zijn co voor het weekend, Bas Schouten. Al is Schouten al goed aan het oprukken in het veld, zit hier nu in het spoor van Erik Kwik. Komt ernaast of probeer dat toch in de Villeneuve-chicane. Zat er nog niet helemaal naast en dan het contact. Kwik achtergebleven en meteen de straf voor Bas Schouten. Dat er nog bovenop voor Philippe Bonneel en Bas Schouten. Oei, wat is dat daar achteraan? Vuur achteraan. Aan de uitlaat. Bas Schouten zet hem aan de kant in de eerste chicane. Schreeuwt om brandblussers. Ik zag dat in de auto naast me echt begon te branden. Echte vlammen die waren ja, tot naast mijn stoel. En zo snel mogelijk uit de auto en proberen te blussen. Het had echt geen 10 seconden langer moeten duren en de auto was weg geweest. Ook wat vuur, maar dan zeer lokaal op de BMW 1-serie GTR van Mart de Graaf en Dennis de Groot. Door de problemen met het ABS-systeem is het maximum uit de remmen gehaald. Gelukkig is dit brandje makkelijk te blussen. Uiteindelijk worden ze nog derde. Teamgenoten Koen Bogaerts en Mark van der A houden op een dan natte baan de eerste plek vast en winnen hun tweede race van het seizoen. Pakte goed uit vandaag en Koen heeft heel mooi afgemaakt. Dus het was moeilijk denk ik in de
nat op de sliks. Dus, maar tevreden, zeker. Mart de Graaf en Dennis de Groot worden dus derde, 6 seconden achter Erik van den Munkhof. Bogaerts en Van der A behouden met hun eerste plaats de leiding in het supersportkampioenschap. Het lijkt dus weer een succesvol weekend voor JR Motorsport te worden. Want ze hebben ook de pole voor de tweede race. Onze grootste concurrent en teamgenoot Koen Bogaerts en Mark van der A die hebben 40 seconden tijdstraf. En wij 10, dus dat is in ieder geval in ons voordeel. Huub Delmooi die staat volgens mij tweede. Volgens mij heeft hij geen tijdstraf, dus dat is belangrijk om daarvoor te blijven in ieder geval. Mar de Graaf die weer de eerste stint voor zijn rekening neemt. Met naast hem Huub Delmooi die op zaterdag al na 2 ronden uitviel met een kapotte motor. Rij nummer 2 voor Koen Bogaerts staat op P3 met daarnaast Peter Schreurs in de wit-oranje BMW die hij deelt met Marcel van der Maat. Opvallende afwezigen natuurlijk de BMW van Bas Schouten en Philippe Bonneel. IMG Motorsport kreeg de auto niet op tijd gerepareerd na de flinke brand. Weg naar de start van de tweede race op zondag. Hier aan boord bij Erik van den Munkhof, solo op de derde rij. Achter hem onder meer Steve van Bellingen met zijn BMW M3 GTR. Gestart van nog eens 60 minuten. Daar komt Van Bellingen al links in beeld. Zoek naar het gaatje in de eerste linkse. Prima start van Koen Bogaerts van op P3. Zij aan zij met de BMW van Mart de Graaf. Huub Delmooi niet zo goed weggekomen, zeg maar slecht weggekomen. Bijna in de kattenbak gespind. Had overstuur op de curbstones van de eerste linkse. Stond op P2 en nu teruggezakt naar, wat is het, de 5e positie. Onder meer op voorbijgereden door de zwarte Lotus van Jan van der Kooi. Die stond op P8. Schitterende start van Van der Kooi. Probeert het buitenom daarbij Van Bellingen in de Bianchi-bocht. En Van der Kooi moet nu uitkijken hier voor Delmooi. Zo gaan ze samen naar de chicane. Gaat Delmooi wat proberen. Komt binnen doorgedoken. Van der Kooi verdedigt goed, maar moet daar wel even over de curbstones. En zo voorbij gereden door de witte Lotus van de nog maar 17-jarige Huub Delmooi over de heuvel. En zo naar de Villeneuve-chicane. Met weer al een voorsprong voor Koen Bogaerts. Dan Mart de Graaf in tweede positie. Derde ligt Steve van Bellingen. Daarachter de Lotussen. En dan pas Peter Schreurs. Hier aan boord bij Van der Kooi. We gaan over het tunneltje van Circuit Zolder. Hier wordt de auto altijd een beetje licht. Als je goed op snelheid bent natuurlijk. Delmooi remmen voor de Rea-bocht. De hospitaalbocht, zoals de bocht in Nederland wel eens genoemd wordt. Nu heeft Van der Kooi een goede slipstream te pakken als hij tenminste ruimte krijgt van Delmooi op weg naar de X-chicane. En hij krijgt die ruimte. Sportief van Huub Delmooi, want daar zijn al vaak brokken gevallen. Maar wat gaat het worden nu in de eerste linkse? Kan hij de slipstream pakken? Delmooi lukt niet. Daar is Steve van Bellingen. Duikt naar de binnenkant om Mart de Graaf aan te vallen voor de tweede plaats. Het lijkt easy te worden voor Van Bellingen. Alhoewel contact tussen de twee BMW's. Mijn god, allebei belanden ze daar in de kattenbak in het grind van de eerste links en raken nog weg. En dat is een wonder hoor. Allebei raken ze weg. Nou, het was volgens mij een mooi gevecht tot de eerste linkse. Daar raakten we elkaar. Ik heb net de beelden teruggekeken. Ja, lastig te zeggen. Hij zat er inderdaad naast. Gaf hem misschien iets te weinig ruimte. Hij was ook niet zo heel zeker van zijn actie. Dus dat was, ja, kan gebeuren. Ik had hem misschien moeten aanzetten nog in de start nog, maar ik durfde het risico niet nemen. En dan de eerste ronde, ja, zijn ik er proberen voorbij te gaan en liet even de deur open. Ik zeg, ja, ik ga maar tussen zitten. Maar ja, we zijn hier op scherp van de sneeuw aan het rijden en hij heeft de deur toegedaan, met elkaar even geraakt en rond. Maar ja, dat is een wedstrijd vet natuurlijk. Hè. Ja, en toch iets wat vreemde stuurbeweging gezien van Steve van Bellingen daar in de eerste linkse. Wat gebeurt er in de volgende 33 ronden van race 2? En hoe verloopt het in de sportklasse van de Supercar Challenge, powered by Pirelli? De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen, ASC Ladders en Stijgers en IDIS High Definition Observatiesystemen. Welkom opnieuw bij de Supercar Challenge powered by Pirelli met de supersport- en sportklasse op circuit Zolder. Koen Bogaerts gaat als derde van start in race 2, maar neemt na 3 bochten al de leiding. Mart de Graaf in de witte BMW 1-serie verdedigt zijn 2e plaats tegen Steve van Bellingen, maar ze raken elkaar en vallen ver terug in het klassement.
We zitten intussen in de tweede ronde met al een mooie voorsprong voor Koen Bogaerts in de BMW met het startnummer 402. En dan verderop hebben we de Lotussen van Jan van der Kooi en Huub Del Nooy. De zwarte Lotus daar is die van Jan van der Kooi en we zitten aan boord bij Huub Del Nooy. Ligt in derde positie met aanval in de Villeneuve-chicane. Kwam van ver en laat geremd met die lichte Lotus en heeft de tweede plek te pakken. Knap hoor van Del Nooy. Nog maar 17, laten we dat nog maar eens onderstrepen. En van der Kooi begint nu wat terug te vallen. Daar komt ook de BMW van Peter Schreus voorbij in de eerste linkse. Van der Kooi, die wat aan het klagen is over bandenslijtage. Zijn banden zitten er wat doorheen. Kijk, hier is ook Erik van den Munkhof. Van der Kooi kan niet meer verdedigen in de Rea-bocht. Hij is nu ook zijn podiumplaats kwijt. Probeer nog te reageren in de Jocherind. Maar dan moet hij de BMW Z4 van Van den Munkhof toch laten gaan. Van der Kooi, natuurlijk flink in het offensief geweest in de openingsfase. Gestart van op P8 en lag hij snel al in derde, vierde positie. En dan de twee Kemphanen van daarnet. Steve van Bellingen en hier Mar de Graaf. Strijdt nu voor de zesde plaats na dat incident in de eerste ronden. De Graaf gaat wat ondernemen in de eerste chicane. Oh, wat was dat een klein gaatje gelaten door Steve van Bellingen. De Graaf dan toch maar door zeg maar het oog van de naald gekropen. Nog eens kijken hier, bekijken met de camera in de chicane. Wat kwam hij laat aangeremd. Mar de Graaf bijna helemaal uit balans met zijn witte BMW. En zo toch voorbij Steve van Bellingen geraakt. Dan de verplichte pitstop tussen de 25e en 35e minuut. Een pitstop die minimum 60 seconden moet duren. Met daarbovenop de eventuele resultaatseconden. Geen resultaatseconden voor Peter Schreus en Marcel van der Maat. 40 voor Koen Bogaerts en Mark van der A. Ja, de eerste deel ging super. De start was wat minder. Ik zat aan de verkeerde kant. En er was ook een oponthoud tussen twee rijders nog. Die gingen eraf, waardoor ik net te veel vertraagde. En, nou goed, daarna heb ik het mooi op weten te pakken. Volgens mij twee plekken nog in weten te halen. Consoliderend achter de nummer 3. Of nummer 2 eigenlijk. En dat ging echt best wel mooi. Pitstop ging redelijk goed. Dus ja, heel erg blij op het moment. Ja, het ziet er goed uit voor Schreus en Van der Maat. Zonder resultaatseconden stoten ze door naar de tweede plek. Tot Van der Maat opnieuw binnenkomt in de pits. En dan is het over en out met een probleem aan de ontsteking. Doodjammer voor dit duo op de BMW. Na een vijfde plaats in de eerste race van het weekend had het team van Van Bellingen en Kwik hard gewerkt aan de setup van de BMW. Met een aanval op de tweede plek in de tweede race leek het ook goed te zitten met de snelheid en de handling van de auto. Helaas gooide de aanrijding met de Graaf roet in het eten. Van Bellingen komt binnen als zesde, maar zonder resultaatseconden schuiven ze uiteindelijk door naar de vijfde plaats in de race. Het eerste podium van het seizoen lijkt in zicht. De stand na de pitstop stel Nooy aan de leiding voor Van den Munkhof. Van der A en dan dit trio, Dennis de Groot, Erik Kwik en Rainer Weishaupt in de KTM Crossbow. We gaan aan boord bij Dennis de Groot, uitkomen van de X-chicane. Daar is Erik Kwik, zit op de lijn voor de eerste linkse en Kwik voorbij de BMW 1 van Dennis de Groot, de teamgenoot van Mar de Graaf. Maar de Groot probeert te reageren in de sterrenwacht. Misschien heeft hij de BMW van Kwik wel even gekust op weg naar de sterrenwachtbocht. Dan even wat overstuur, de kanaalbocht. Oh, rookpluim bij de leider in de race, bij Huub Del Nooy op twee ronden van het einde. Wat een ramp voor Del Nooy. Nou, na 10 minuten kreeg ik al een melding van dat de gearbox temperature en engine temperature was te hoog. En in de laatste 5 rondjes begon hij over te slaan op cilinders. En ik kom aan bij de laatste chicane in het circuit. En de motor ploft gewoon en toen was het klaar. We hebben ook Nederlandstalige termen voor gearbox en engine. Dus problemen met de temperatuur van de versnellingsbak en van de motor op de Lotus van Huub Del Nooy. Die zo de zege laat aan Erik van den Munkhof. Hij pakte de overwinning in de tweede race van het weekend. Voor de BMW van Koen Bogaerts en Mark van der A. En de BMW van Erik Kwik en Steve van Bellingen. Die zo voor het eerst dit seizoen op het podium eindigen. Met een derde plek op hun circuitzolder. Dank u. Ja, we hebben op plaats uiteindelijk nog kans gehad dat die Lotus-stel kwam te staan. Jammer voor die man uiteindelijk. Goed voor ons. Toch een moeilijke wedstrijd. Drive-through. In de start was er al een lichte hapering, omdat Steve wat tijd verloor. Alleen start teruggekomen. De auto doet het goed. Dus zeker tevreden. Kan niet beter. Een zege en een tweede plaats, ondanks 40 resultaatseconden en een drive-through voor een slecht getimede pitstop
voor Koen Borgaerts en Mark van der A. Ze gaan aan de leiding in het kampioenschap met 8 punten voorsprong op Erik van den Munkhof. Een nieuwe auto in de sportklasse dit seizoen. De Peugeot RCZ, de cupauto, met een 260 pk 1.6 turbo 4-cilinder voor Bart van den Broek en Chris Voet. Natuurlijk geen onbekende in de Supercar Challenge. Ze mikken dit jaar op de titel in de sportklasse. Daarvoor werken ze nog hard aan de setup van de Peugeot om onder andere het onderstuur weg te poetsen. De eerste overwinning moet nog komen, maar met een 3e plek op zaterdag zijn ze goed op weg. Beelden van de 2e race op zondag. De sportklasse die samenstart met de Supersportdivisie. Pole voor beide races was voor Carlijn Bergsma en Pieter de Jong in de Lotus. Hier aan boord bij Chris Voet. En hij snoept de 2e plek af van Wiebe Weitzes. Voet in de Peugeot. En hier is de leider. De Lotus van Carlijn Bergsma en Pieter de Jong. Ze reden ook al in de 1e race aan de leiding, maar verloren toen de koppositie tijdens een regenbui. En daarachter de Clio. Zonder meer de Clio. Startnummer 546. Van Wiebe Weitzes. En hij blijkt de snelste Clio-man te zijn op de baan. Hier aan boord. We gaan weer over het tunneltje. Hij zit in het spoor van Rob Nieman. Dat is de strijd voor de 4e plek. Remzone voor de Reabocht. Klassieke plek om in te halen. Alles netjes verlopen. Dan is de volgende prooi van Wiebe Weitzes Stan van Oort. Die ligt nog in 3e positie. Weitzes in 4e stelling. Weer naar de Rea. Van Oort verdedigt. Verdedigt fel in de Rea-bocht. Van Oort komt ook uit in de Clio Cup Benelux. En daar is hij natuurlijk wel wat gewoon. Van duwen en trekken, van close racen. Zij aan zij. Weitzes en Van Oort richting de X-chicane. Hoe gaat dat aflopen? Weitzes goed aan de binnenkant krijgt voldoende ruimte van Stan van Oort. Weitzes nu in 3e positie. En daar ziet hij de Peugeot rijden van Chris Voet. Die heeft wat ruimte gelaten in de Bianchi voor de snellere supersportauto's. En zo heeft hij wat minder speed nu op weg naar de 1e chicane. En daarvan profiteert Weitzes in de Clio. Laat remmen daar onder de Yokohama-brug. En Weitzes nu op de 2e plek te vinden. Schitterend gereden. Wat een inhaalrace van Wiebe Weitzes. Dan de verplichte pitstop. De leider binnen. Pieter de Jong eruit voor Carlijn Bergsma. Maar ze blijven in de pitlijn wegens een motorprobleem. Ja, het ging super. We zaten er goed in. Constante rondes. Alles zat mee. En ik zat op de kom van de supersportklasse. En eigenlijk wou ik die nog wel voorbij gaan. Maar ze zeiden ook van constant rijden. En dat heb ik gedaan uiteindelijk. Maar ja, de motor heeft ze begeven. Dus heel jammer. En zo behaalt Wiebe Weitzes in zijn Clio zijn 1e zege van het seizoen voor Chris Voet en Bart van den Broek. De 3e plaats gaat naar Stan van Oort. Ja, we hebben het mooi kunnen vasthouden. We hadden nogthans veel last van onderstuur, maar veel meer dan gisteren. Maar we proberen er nog aan te werken met de nieuwe ophanging rijden pas vanaf dit weekend. Dus we hebben nog wel wat afstelwerk. Maar we hebben het kunnen houden en met de remdruk heb ik zelf ook nog een beetje kunnen regelen en is het toch nog een beetje in orde gekomen. Maar het belangrijkste is dat we het kunnen vasthouden hebben. Hè. Dus de volgende keer gaan we nog voor iets beter, dus voor de 1e plaats. Ze zijn gewaarschuwd. Uitkijken dus voor de Peugeot Belgen tijdens het volgende weekend van de Supercar Challenge op het circuit van Spa-Francorchamps. Wiebe Weitzes is de nieuwe puntenleider. 1 punt voorsprong op Rob Nieman en 4 punten voor op Chris Voet en Bart van den Broek. De heren op de Peugeot RCZ. Dat waren de sportdivisies op circuit Zolder. Volgende afspraak in Zolder met de Cintiq Super Prix op 20 en 21 juni. Voor tickets kan je terecht op zoldersuperprix.be. De Supercar Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Cintiq Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen, ASC Ladders en Stijgers en IDIS High Definition Observatiesystemen.